VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Lukte het VVV de goede lijn tegen FC Utrecht door te trekken tegen ADO Den Haag? We zijn nog steeds VVV en we zijn heel realistisch. We weten dat we iedere week volle bak moeten knokken om punten te krijgen of te verdienen. Maar we weten ook dat we tegelijkertijd in een enorme ontwikkelingsfase zitten om beter te gaan voetballen en de juiste dingen te doen aan de bal. Nou, dat elftal zie je wel groeien, dat vind ik mooi. Straks meer. We maken deze week kennis met de laatste nieuwelingen in de koel. Maar eerst het verhaal van de laatste wedstrijd. Ja, een prachtige overwinning. Een hard bevochten overwinning. Een wedstrijd waar een kwalitatief zeer sterk Utrecht een boventoon had. En wij enorm gevochten hebben om overeind te blijven. Maar ook zeer effectief zijn geweest in de momenten dat we er wel uit konden komen. En daar dan kom je met 2-0 voor. En dan moet je nog meer storm overleven. En ik moet zeggen, dat hebben de jongens goed gedaan. Wat is belangrijk voor de groep om te winnen in deze fase? Je hebt natuurlijk twee moeilijke wedstrijden achter elkaar gehad met Ajax thuis, Utrecht uit. Dus ja, het zijn wedstrijden die je kunt verliezen. En dat je dan toch met 1-2 bij Utrecht wint, ja, zeker belangrijk voor het vertrouwen. En haalt toch een klein beetje druk weg, denk ik. Al is aankomende zaterdag ontzettend belangrijk, want ja, dan kun je dus echt richting de middenmoot en weg van de onderste plekken. Dus de status zal heel belangrijk zijn, maar ja, het heeft wel wat een klein beetje druk weggehaald, denk ik. Ja. Ja, was het heel bewust die bal op Evert? Ja, je ziet mensen in de 16 staan en Evert erbij komen. En ja, het is niet dat je precies tussen die twee in wil leggen en precies op Evert's hoofd. Dat is, ja, je probeert hem wel in die zone een beetje te leggen, maar er komt ook een beetje geluk bij kijken, denk ik. Veel nieuwe gezichten dit seizoen in de koel. Deze week maak je kennis met de nieuwe middenvelders en doelman. Mijn naam is Richard Neurecker. Ik ben 22 jaar oud. Ik kom uit Duitsland en mijn ehemalige verein was FC St. Pauli. Lee Catamol, 31, from England. En mijn laatste club was Sunderland. Mijn naam is Thorsten Kirschbaum, 32 jaar oud. Ik speel in Venlo. Ik ben van Bayern 04 Leverkusen im Sommer hergewechselt. Zentrales Mittelfeld. Central midfield. Torwart. Mein linker Fuß, dann Spielübersicht und kämpferischer Geist. Probably high energy, competitive and just like to win. Ich bin ein mitspielender Torhüter, der gut am Fuß ist. Ich bin ganz gut im 1 gegen 1 Spiel und reaktionsschnell. Weil es ein geiler Verein ist und die Offiziellen mich überzeugt haben. For the experience to play in Holland and then obviously to compete in the best league. Weil ich sehr gute Gespräche mit Stan hatte, der mich überzeugt hat von diesem familiären Club. Ich habe mir alles hier angeschaut und ich glaube, dass man sich hier sehr wohlfühlen kann und erfolgreich arbeiten kann. Hoffentlich, das würde mich natürlich freuen, wenn das bei mir auch so funktioniert. Zu sehen, wie andere Spieler hier vorankommen und sich entwickelt haben, kann nur das Ziel sein. No, that's not why I came to Venlo. I came for the experience, but obviously you want to do well. And my focus is on doing well for Venlo. Ich
bin ja schon 32 Jahre alt, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Saison und ich hoffe, dass ich hier mit Venlo schöne Jahre habe und danach schauen wir mal weiter. Die Mannschaft ist charakterlich super. Ich denke, es macht riesen Spaß, hier Fußball zu spielen und ja, es ist einfach alles ein super Klima hier. The setup, the group of players, the staff and the people in Venlo. Dass hier jeder daran interessiert ist, erfolgreich zu sein und bei das in einem guten Klima. Ich glaube, dass hier in seinem kleinen Verein jeder jeden kennt und darauf wird auf eine gute Kommunikation und auch auf ein gutes Gefühl, auf eine gute Stimmung sehr viel Wert gelegt. Wenn wir die Liga halten und wenn ich der Mannschaft möglichst viel helfen konnte und ja, vielleicht ein paar Tore machen konnte. Stay fit and obviously win plenty of games for VVV. Yeah, have a good season in that way and hopefully finish as high as possible in the league. Wenn wir als Mannschaft eine gute Saison spielen und unsere Saisonziele erreichen. Een opvallend moment vandaag op de training. Op het moment dat Lee Kettermol geïnterviewd wordt, maakt Roel Jansen gewoon even een wereldgoal. Lekker hoor, Roel. Ja, ik maak een doelpunt zoals ik eigenlijk wekelijks maak. Bal over me heen. Wekelijks doelpunten maken? Ja, ja, op training dan. Op training. Ja, niet naar wedstrijden. Nee. Een bal die viel over me heen en met de hak ging hij er mooi in. Dus ik hoop dat die erop staat. Zou wel leuk zijn. Terug naar serieuze zaken. VVV gaat zaterdagavond op bezoek bij ADO Den Haag. Dat slecht is gestart aan de competitie. Wel fijn voor VVV. Wellicht is dat de Haagse club sinds afgelopen weekend van de hatelijke nul af is. Ja, liever niet, want ik zie ADO als een concurrent. Dus voor mij mogen die zo min mogelijk punten pakken. Nee, zo zie ik dat niet. Je weet op het moment dat je naar ADO toe gaat, die zullen voor de winst spelen. En dat zullen wij ook doen. En misschien op het moment dat ze niet gewonnen hadden, moeten ze nog wel geforceerder op zoek naar die winst. Wat weer voordelen voor ons kan brengen. Als wij gewoon ons spel kunnen spelen en we doen dingen goed en we blijven zo scherp verdedigen zoals we veel wedstrijden nu hebben laten zien. Dan wordt het beter. En we hebben ook laten zien dat we iedere wedstrijd een goal maken. Ook tegen de grote clubs. Nou, ik hoor jou zeggen, ik zie ADO als een concurrent. Als je op papier naar beide selecties en naar de begroting gaat kijken, zou je dat natuurlijk niet zeggen. Nou ja, goed. Ik vind ADO een... Noem het hele rechte rijtje op. Daar komt het eigenlijk op neer. En daar valt ADO ook, vind ik, ook onder. Dus ja, dan vind ik dat inderdaad een concurrent. Net zoals Zwolle dat is, net zoals Emmen dat is, als Fortuna Sittard, RKC. Het zijn allemaal ploegen die in onze range liggen van de stand. Nou, daar moet je zien boven te blijven. Nou, bijna traditionele slechte seizoenstart noemen ze het in Den Haag al, geloof ik. Maar een ploeg die toch nog wel omhoog gaat komen, denk ik. En niet dit weekend. Hoe gaan jullie dat doen? Wel aanvallender als tegen FC Utrecht, denk ik? Nou ja, goed. We zullen, Den Haag heeft minder kwaliteit dan Utrecht. Dus we zullen aan de bal zeker meer laten zien. En dat verwacht ik wel. Ja, ik verwacht dat we in ieder geval meer de bal gaan hebben. Dat we zelf ook kunnen creëren. ADO is levensgevaarlijk bij corners en vrije trappen. Dus daar moeten we ze zorgen dat we ze uit de 16 houden. Want daar ligt hun kracht. Nou, dan moet je ook wat verder van de goal verdedigen. Na de donderdagtraining staan er vraagtekens achter de namen van Wright en Lindhorst. Die kampen met kleine blessures. Opoku ontbreekt sowieso nog tegen ADO. Eén ding is zeker, het is dringen op het middenveld nu Post weer terug is en Kettermol nieuw erbij. Want ook Lindhorst, Neudekker en Van Ooyen azen op een plekje op het middenveld. Grote vraag is dan ook wie er gaan spelen. Ze zoeken het maar uit. Ze moeten het laten zien? Ja. En per wedstrijd ga jij kijken? Ja, en niemand heeft garanties. En dat hoort ook bij een voetbalclub. Er moet scherpte zijn, we hebben een kleine selectie. Maar we hebben wel goede spelers. En iedereen moet knokken voor zijn plek. En dat zal de ene week misschien anders zijn dan de andere week. Ook tactisch kunnen we daarin variëren natuurlijk. Hè. We kunnen met de punt naar voren spelen, met de punt naar achteren spelen. Dus dat zal per wedstrijd afhankelijk worden. En de beste speelt. Voor Damien van Brugge lijkt er geen plek meer op het middenveld. En ook centraal achterin heeft Van Brugge grote concurrentie. Manager voetbal Stan Valks liet daarom deze week weten dat de club eventueel wil meewerken aan een tussentijds vertrek van de speler. Daar is interesse voor. Zijn kans op speelminuten is veel minder geworden dan de eerste vier wedstrijden geweest is. Ook al omdat de blessures weer terug zijn gekomen. Denk even aan Schäfer en Koem. Maar ook Kettermol die erbij is gekomen.
Dus dat houdt in dat Damien zijn kans op speelminuten veel kleiner is geworden. En bij andere clubs zou hij wel gewoon kunnen spelen. Nou, dat is voor zijn carrière goed. En wij hebben dan wel een vervanger klaarstaan op het moment dat Damien zou vertrekken. Dus wij gunnen hem die stap ook. Wij denken ook dat het verstandig is voor hem om te doen. Omdat hij dan gewoon op niveau kan gaan spelen. En er zijn meerdere clubs geïnteresseerd in hem. Straks sluiten we weer af met koffiecorner van Binnenkant. Pala. Maar eerst terug in de tijd. VVV heeft goede herinneringen aan ADO Den Haag. De laatste ontmoeting in de Hofstad leverde een 2-4 overwinning op. Met een hoofdrol voor, weet je het nog, Patrick Joosten. Lijkt geen ruimte te zijn voor een schot. Vindt wel die ruimte, die gaat erin ook. Joosten scoort met het nodige geluk. Zoekt weer de ruimte om zelf uit te halen. Oh! Ja, bij de eerste had je nog het gevoel, daar zit wel heel veel geluk bij. Van richting veranderd, wat doet Swinkels nou precies? Dit is een werelddoelpunt. De VAR heeft ingegrepen en Mlappa profiteert daarvan. Het is 3-2 voor VVV. Is hier dan Grot en die schuift hem erin en daarmee is het 2-4. En wint VVV in Den Haag. Great action. Ja, stilte. Als je zin Aldi heel kort. Wat ben jij aan het doen? Ik ben aan het oefenen van mijn eigen gif. Je kent die van die VVV als je gezien op Instagram. Daar kun je dan zo'n gifje van eigen hun erbij zetten. Maar. Ja, jij komt altijd mooi met de robot aan. Hè? Dat gaat hem ook niet worden. Waar gaan we nog meer over hebben? Over de gifjes dus? 6-4. Overwinning bij Utrecht. Lee Kettermol, zijn debuut, de rentree van Danny Post. En heb je de krant al gelezen vanochtend? Nee, maar volgens mij ligt die op de mat. Aflevering 3, Coffee Corner. Let's go. Ik zie groot nieuws vandaag in de krant. Het zaadje van de Floriade ontkiemt. De Venlo valt buiten de wietproef. Maar het echte belangrijke nieuws. Je staat natuurlijk op Regio 5. Kijk eens, dames en heren. Jawel, we hebben gewoon de krant gehaald. Binnenkant Pala VI met een knipoog. Venlo's VI met een knipoog. Ik mis één ding. Koffiecorner kan natuurlijk niet zonder. Koffie. Ja, top. Ja. Ja, lekker proosten, Lucas. Pardon, cheers. Goede koffie, maar alleen maar goede dingen natuurlijk deze week. Prima overwinning op Utrecht. Ja. Terugkeer van Danny Post. Een weergaloze Evert Lindhorst. Die is toch op scherp gezet onze kritiek. Door onze sorry ook, ja. Die voelt zich toch wat lekkerder nu. Ja. En natuurlijk die geweldige tackle van Lee Kettermol. Ja, gewoon Lee Kettermol in het algemeen. Ik bedoel, het begint al voordat hij het veld inkomt. Hè. Tijdens de rust. Die high fives aan iedereen. Hij staat gewoon iedereen op te wachten. Hij is er klaar voor. Broekje omhoog. Shirtje in de broek. En dat was het rustsignaal. Maar hij ging even iedereen verwelkomen. Ja. Voor die fantastische 0-2 voorsprong. Je merkt nu al, en hij is nog geen week hier. Hij is nu al de leider van deze ploeg aan het worden. Evertje Lindhorst. We kunnen er niet omheen. We kunnen net zo goed Evert Lindhorst TV gaan noemen. Ja. Iedere week gaat het hier over Evert Lindhorst. Wat was hij? Goed. Hij was tegen Ajax was hij enorm goed. En tegen Utrecht. Twee klasse doelpunten. Ja, fantastisch. Maar niet alleen dat. Hij heerste ook gewoon op het middenveld. Ja. Samen natuurlijk ook met Danny Post, die ook weer ijzersterk speelde. Maar Lindhorst die bevalt me echt uitstekend. Als we niet meer om Evert Lindhorst heen kunnen. We kunnen ook niet om Danny Post heen. We kunnen ook niet om Kettermol heen. Nee, wie wordt we kunnen in principe. Kunnen we om Neudecker heen? Neudecker heeft het niet echt laten. We kunnen nog steeds niet met 12 spelen. Ik denk dat we vooralsnog nog geen probleem hebben. Want ik weet niet of Danny Post nu al klaar is voor een hele wedstrijd. En Lee Kettermol weet ik ook niet of hij klaar is voor een hele wedstrijd. Hij zelf zal ongetwijfeld vinden van wel. Maar Lee Kettermol kun je s'nachts om 3 uur uit de Take 5 halen. En vindt hij zichzelf nog steeds klaar voor een wedstrijd. Dus ik denk dat je Lee en Danny kun je nog even als één tellen. En dan heb je daarnaast Lindhorst, Neudecker, wie in de wereld. Dus het systeem hoeven we niet te veranderen. Transferperiode, we hebben het er meestal over welke spelers er nog bij moeten. Maar dan moeten er ook nog zeker spelers weg. Susic. Ja, is eigenlijk al weg. Van Brugge wil weg. Wil, moet, mag, hoe je het wil noemen. Van Brugge, goed. Het schijnt dat er vanuit de keukenkampioendivisie interesse in Van Brugge is. Van Brugge is natuurlijk ook gewoon een goede speler. Maar komt er op dit moment niet aan te pas. Wat moet er nog bij dan? Want we hebben natuurlijk ook nog tijd om spelers te halen. Ik vind eigenlijk dat we wel een prima ploegje hebben. Zo, ik denk een fantastische ploeg. Een spitsje kan erbij. Je hebt eigenlijk alleen Soriano. Ja.
Dat was het. En linksbuiten, denk ik. Ja, ik weet dat jij meer de man bent van de Twitter, hè? Maar op Instagram kun je nu wat leuks doen. Je hebt nu de gifjes met de VVV-spelers. Ja, 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 ik ken het. Het zijn allemaal heel veel die korte filmpjes en die kun je dan erop plakken. We moeten het ook even over Simon Jansen. Ja, dat is ook een talentje, hoor. Hij heeft weinig minuten gemaakt, maar wat heeft hij? Hij is de gifkoning. Hij is zeker de gifkoning. Zie je, Simon Jansen. Goeie jongen. Ik denk dat hij wel een smaakmaker is. Een beetje dansje. Ja, absoluut, hoor. Grappige jongen, absoluut. Adewaard. Wij hebben ze in de voorbereiding zien spelen tegen Alwaarde. We gingen even bij Maurice Stijn op bezoek. En bij jij. En bij jij natuurlijk. Ik was niet onder de indruk van ADO. 1-1 tegen dat ploegje. Ze zijn een paar toppers kwijtgeraakt. Ja. Want daar hoef je niet voor te schamen. Elke wat daar weg is gelopen. Elke Jatti is weg. De man van de meeste voorzetten is weg. Geraldo Becker. Geraldo Becker is weg. Ja, dit moet gewoon 3 punten zijn voor VVV. Ja, nou ja, goed. Weer 3 punten. Ja, waar ga je dan naartoe inderdaad? De ja. 9 punten uit 4 wedstrijden dan? Ja, nee, 5 zijn het dan. 5? Nou, 9 uit 5. 9 uit 5 is uitstekend. Maar wat er ook gebeurt, hè, we hebben nog altijd meer wedstrijden dan punten. Of we hebben altijd nog meer punten dan wedstrijden. Ook al verliezen we vanavond. Ja. Ga ik niet vanuit. En, jongens, laten we wel wezen. Ze hebben een lelijk shirt. En ze voetballen in het Cars. In het Cars Jeans style. Nee, dat is geen fashion. Daar kan je niet verliezen. Daar kan je niet verliezen. Nee, en wij zijn van de fashion. En wij zijn van de fashion. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.